De vorige keer bij de Ja, de vorige aflevering is alweer zo lang geleden. Ik heb geen idee meer wat er toen gebeurde. Maar we gaan gewoon lekker verder. Ja, alsnog gaan we gewoon lekker verder. Even geleden, ik had het even druk een paar dagen. Het is wel heel bijzonder dat ik überhaupt zoveel geüpload heb. Dus ja, ik heb ineens minder geld op mijn rekening. En misschien kan dat omdat ik nu weer deze cutscene krijg. Van dat ik een Adidas contract krijg, inderdaad. En dan ineens fucking veel geld op mijn rekening. Het gaat gewoon van dit naar... Met één sponsordealtje. Oh ja, deze cutscene duurt heel lang. Kan ik ondertussen vertellen over mijn controller die ik kapot heb gegooid. Maar dit hele trigger ding was eruit. Maar uiteindelijk heb ik alles weer ingekregen. En die trigger zit nu wel vast. Of die is kapot. Het is echt een kut verhaal. Maar Weekend League got me like... Doei. Oh ja, hier waren we gebleven. De wedstrijddag tegen Manchester United. Where are you, Gareth Walker? Wat gaat hier gebeuren? Is this for a dream come true? What? You're getting to stand next to me? That'll be on the score sheet before you, mate. Stakes? Your pride's enough. Yeah? Well, best get ready, because yours is about to take a beating, bruv. Come on, boys! De ondertiteling liet niet helemaal goed, dat was zonde, maar boom! Kom op jongen, we gaan ze pakken. Er kwam nog iets van vroeger of zo, van dit is toch een droom jongen, nu staan we in de Premier League, weet je wel, zoiets kwam er nog naar boven, maar uiteindelijk blijft het gewoon een typisch feitje. Ik heb trouwens een foto gezien van hoe ze er in het echt uitzagen, zo. Ik kreeg laatst getweet, ziek geniaal. Het is natuurlijk gewoon, die hoofden zijn niet verzonnen, dat zijn gewoon gebaseerd op echte acteurs als het ware. En het is gewoon geinig jongen, het zou toch je dream zijn als je gewoon, laat maar zeggen, jouw hoofd gebaseerd is op, of dat Alex Hunter gewoon gebaseerd is op jouw hoofd, of Gareth Walker's hoofd. Zo zin om te scoren. Te zien wat er gebeurt dan met die Gareth Walker, jongen. Kom op, Hunter. Nee, schiet hem erin, Kevin de Bruyne. Kom op, Kevin. Lekker, jongen. Dabben met Kevin, dabben met Kevin. Ah, dab niet mee. Mijn grote maat doet het voor ons. Wat is dit? Doet City dit altijd of zo? Dat ken ik helemaal niet. En iedereen draait ook weer tegelijk om. Oké, dit ken ik helemaal niet, joh. Doen ze dat altijd tegen Manchester of zo, de derby? Ik heb geen idee, jongen. Die Maria schat hem er ook gewoon in. Ja, 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 we gaan je klaren, Gareth Walker. Oh, maar ik heb zoveel gespeeld dit weekend league. Dus ik ben ook echt in vorm, jongen, met FIFA. Walker heeft geen zin in balletjes breed. Nee, ik heb geen zin in Walker's vieze kutsmoe. Oké, rusten met 2-0. Ik moet zeggen, we spelen. Ik ben blij dat we winnen, maar ik wil echt scoren. En dan zo die dikke vinger doen richting Gareth Walker. Weet je wat Pep Guardiola trouwens dit echt heeft gezegd? Ja, dat ook, maar dat bedoelde ik niet. Hij heeft gezegd dat alleen Messi beter is dan Kevin De Bruyne. Alleen Messi. Ja, misschien is Messi wel beter, ja. Maar misschien nog wel meer mensen. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er aan komt staan. Oh, no way. No way. Oh, 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 oh. Wat heb jij hierop te zeggen, meneer Gareth Walker? De Gea denkt, nou, ja, nee, toch niet. Oké, die had hij kunnen pakken, want hij deed zijn handje zo in plaats van zo. Het boeit me niet. 3-0 in de Manchester Derby. Hoe kan dit? Nou ja, dit jaar werd Manchester United ook weggespeeld in de Manchester Derby. Het werd weliswaar maar 2-1. En we hebben gewoon het 3-0. Oké, wat gaat hij zeggen, meneertje Koekenpeertje? Dit was echt een lekkere pot, jongen. Oh, komt er nou niks meer? Here I am, speaking with today's man of the match. Quite a performance for you today, Alex. What's going through your head right now? Ik denk nu, meneer Gareth Walker is de loo. Dit interview heb ik al zo vaak gehad. An assist for you today. What were you thinking when you made Maar wat is dit voor vraag? Een assist voor jou vandaag. Wat dacht je toen je de bal paaste? Nou, ik hoop dat hij hem niet aanneemt en dat hij er niet bij kan. Jammer dat er niks meer komt tussen mij en Walker. Dat vind ik echt zonde. Oh, toch wel. Iets. Hoi, Alex. Oh, dat mate. Catch up with you in a bit, yeah? Well, I guess. Nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Look, back when I left. Now all that, contracts, money, media, all got to me. Nah, man, it's all right. It's life's mad, isn't it? I guess we're both just working it out. I've got a company chasing after me at the minute. Wants me to model pants for them. Won't leave me alone. Come on, let's make a move on to my stomach's eating itself. Come in. Hey, big star, Gareth Walker, shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses, sorry. Williams, what are you doing here? Oh, I'm just driving our licenseless boy here for some post-match food. You're welcome to join us. Oh, well, it's like that, is it? You two got all buddy-buddy down in the championship, did you? Gaz, it's a long time since exit trial, man.
come. Nah, you're alright, bruv. Got better things to do than hang out with you two. Ooh. Leave him be. I wouldn't have been able to fit a star that big in my car anyway. Hij draait er wel bij, hè? Hij draait iets bij. Dat vind ik op zich wel goed om te zien. Seriously, I'm hypoglycemic. What? Hij draaide iets bij, maar toen hij zag dat ik bevriend was met Tyrus Ventje, dacht hij van, doei. Oh ja, ik krijg weer een inform. Zou het weer... Het is weer dezelfde. Wat ben ik verrast, zeg. Dit is wel zonde dat ze het beter kunnen doen. Of zo. Ik weet niet dat ze dan... Ik weet het niet, man. Ik vind het een beetje meh. Als we deze winnen, staan we maar liefst 6 punten voor op de nummer 2. Dat is best veel. En dat is 4 voor Alex Hunter. Het grote talent is voor de vierde keer gekozen in het footteam van de week. Vierde keer in het footteam van de week. Ik heb pas 3 keer dat filmpje gezien, toch of niet? In dit tempo gaat hij een vergelijkbare status bereiken als zijn grootvader. De clublegende Jim Hunter. Ja, die kregen er alleen geen fut-items voor. Nee, die kregen geen fut-items voor. Ik zie het al voor me dat Yuri zat gewoon in de studio van EA of weet ik veel waar of weet ik veel. Toen moest hij die dingen inspreken om dit in FIFA te krijgen. En dan zie je Yuri al zitten... Fut items. Kijk, ik vind een pannenkoek wel lekker, maar wat is nou fut items? Huh? Wat een kakwedstrijd als dit, zeg. Ik word gewoon aan de kant gehaald. Oh, ineens had hij een geel hesje aan. Dat ging snel. Knip. Woe. Ik ben benieuwd of we in die 5 minuten nog gewonnen hebben na het simuleren van deze wedstrijd. Nee, het is 0-0 geëindigd. Oké. Okay. Looks like you're getting on your game out there, Hunter. Like what I'm seeing. I feel good. Really maar ik speelde vandaag helemaal niet goed. Well, it shows on the pitch. Keep it up, yeah? Ik ben gefocust op verbetering. Right now, I'm just focused on improving my game every week. Oké, als het goed is, hebben we nu 3rd sponsor deal. Right? That could come down a little bit. Could we shuffle this shot forward? That way you could wrap Alex early. Yeah, we'll see what we can do. Alex! Michael. Hey! I want you to meet someone. Alex Hunter, Corey Dubois. Corey's the brand director on the shoot. Oh, pleasure to meet you, Mr. Dubois. No, just Corey, please. You ever done anything like this before, Alex? No, never. Never? Well, I mean, I did a school play when I was in year 10, but... Listen, it all helps, Alex. It all helps. Katie, come on over here. I want you to meet Alex Hunter. Hi. Hey, blonde chicky. Are you all done with Angel? Yep. Yeah? Killer. Okay, well, let's get Alex here sorted. Those cheekbones, you should have no trouble, right? Waarom staat ze ongemakkelijk zo? How are them lines coming? Yeah, okay, I think. First, never follows. That's not the line. I'm kidding. I'm kidding. That sounds great. Hey, when we're rolling, you say it like that, you are money. You hear me? Yeah, yeah. Have you met Angel? Bruh. No. Angel. Yes, Alex Hunter. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Oh, mate. Vamos a divertirnos hoy. This is going to be good, okay? Real good. You get a minute, you talk to my assistant. He'll set you up with any gear you want. Anything Adidas makes, boom, it's yours. Angel, por favor. De ondertiteling klopt helemaal geen kut meer van. Ik ga denk mijn PlayStation of Xbox opnieuw opstarten. De ondertiteling klok begint weer opnieuw. De prank was dus dat hij zei, ken je Angel? En hij zegt, Angel, wie is dat? En dan komt Angel Di Maria. En oh, dat is mijn teamgenoot. Oh ja. Nou, leuk, leuke prank. Prank. Ik snap er geen kut van. Stoke City thuis. Dat is altijd een easy win natuurlijk voor mevrouw Catherine Hunter. Ik ken het nieuws over Adidas campagne niet geloven. Over de hele wereld zou iedereen je gezicht zien. Verdiend. Hashtag verdiend. Ik zit met mijn poot in het gips. Hashtag verdiend. Oh ja, over mijn poot gesproken. Ik heb nou niet meer dat hele grote gips. Ik heb nu klein gipsje, dus ik kan een beetje lopen. Echt totaal niet boeiend nieuws. Ik moet nog steeds 2 weken in het gips. Maar ik kon weer een beetje lopen. Vandaar het uploadschema gaat er weer aan. Boop. Hunter aan de bal. Hij was niet eens aan de bal, hij was 1 seconde aan de bal. First touch goal. En we winnen met een vies smerige 1-0 uit een afgeslagen corner. Maar hey, winst is winst. Het lijkt erop dat er geen andere sponsordeals meer in zitten dan dit. Of wel? Nee, volgens mij is dit dus alle sponsordeals hebben we al gehad nu. En is er nog een punt waarop we een rijbewijs halen of een auto kopen of iets met ons geld kunnen doen? Of is het puur fictief in dit verhaal? Dat het puur gewoon een getalletje staat van stoer. Dit kun je verdienen als je in de Premier League zit en 17 bent. We spelen tegen Arsenal, die staan 6e. Dus dit moeten we eigenlijk ook te winnen vallen. Daar is de bal mee. Alex Hunter is met zijn treffer nog maar 3 doelpunten verwijderd van het totaal dat zijn grootvader in zijn eerste seizoen noteerde. Ja, Jim Hunter is natuurlijk echt de clublegende. Het was toch een 22 of 21 goals. Eigenlijk zouden we die moeten pakken. Dat zou zo geweldig zijn voor mijn opa. En weer 1-0 gewonnen. We hobbelen zo eenvoudig het seizoenetje door. Man of the match today. Tell me. Were you expecting the award after your performance? Ik ben man of the match vandaag terwijl ik echt een kakwedstrijd speel. Dus Alex, your thoughts on how the team was set up today? Yeah, all right, I guess. We won, so...
Oké. Oh, hij gaat toch weer verder hoor. Welkom. Huh? Alex Hunter speelt weer in de Premier League. Welkom terug. Misschien begin je in de basis, dan speel je tegen mij. Hashtag waarschijnlijk niet. Het enige wat ik nu denk is dat ik moet nu nog 8 wedstrijden in de Premier League. Maar ik heb geen sponsordeals meer. En die vent heeft, ik denk dat er niet heel veel cutscenes meer zitten in het spel. Totdat ik op een keer kampioen of zo word. Of komt mijn vader nog in het spel? Want waarom de fuck zit hij in Amerika? En dan begint hij, nou, besteedt hij geen aandacht aan me. Ik snap het niet. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nou snel een nieuwe? Heb ik de vorige keer ook gezegd, maar het kwam er niet van. Dus eigenlijk moet ik gewoon mijn bek houden. Dus laten we gewoon zeggen, bij 30.000 likes doen we gewoon morgen gelijk nog een nieuwe op maandag. Oké. En dan zie ik jullie dan. Laten we dan doorknallen naar het kampioenschap. Gert stopt met dansen. Hashtag waarschijnlijk niet.